hoe ga je om met perfectionisme? Het mooie aan het internet is dat het niet perfect hoeft te zijn. Een uitspraak die we ook al gebruiken, slechter dan dit gaat het niet worden. Ook al is het fantastisch, slechter dan dit gaat het niet worden. Op het moment dat jij bijvoorbeeld je website is nog niet online, want hij moet perfect zijn voordat hij online komt. Dat is waanzin, dat slaat helemaal nergens op. Want als jij wacht nu met je website online zetten, dan kan niemand op je website komen. Kunnen er niks bij je kopen, kunnen ze niet inschrijven op je nieuwsbrief, zonde. En het maakt jouw bezoekers niet uit of jouw header nou zo groot is of zo breed, of die kleuren, wat dan ook. Het gaat hun om de boodschap. Het gaat hun erom dat zij iets bij je kunnen kopen, of dat ze iets gratis bij je kunnen krijgen, of wat dan ook. Dus het hoeft niet perfect te zijn. Je kunt het altijd wat beter maken. Bijna alle dingen die wij doen, niet bijna alle dingen, maar heel veel dingen die wij doen, die releasen wij gewoon. En vervolgens gaan wij het beter maken. Als ik kijk naar mijn boek bijvoorbeeld. Mijn fysieke boek, die heb ik eerst uitgebracht als e-book. En waarom eerst als e-book? Omdat ik dan feedback kon krijgen van mensen van spelfoutjes of dingen die niet logisch zijn of wat dan ook. En op basis daarvan hebben we het beter gemaakt en zijn we hem uit gaan brengen als boek. En vervolgens mijn boek, mijn tweede druk, zijn we weer wat dingen gaan beter maken. En de derde druk, die is weer wat beter. En zo gaan we gewoon steeds beter de dingen beter maken. Dus ik geloof heel erg in release early en release often. En wees niet bang om fouten te maken. En dat je iets perfect wil gaan maken is ook vaak gewoon echt angst. Angst dat het niet goed genoeg is, maar dan moet je overheen stappen. Want als je daar overheen stapt, het gaat uiteindelijk om de resultaten. Hoeveel klanten krijg je, hoeveel inschrijvers heb je op nieuwsbrief, wat voor bereik heb je. En dat je website niet mooi genoeg is of wat dan ook, maakt niet uit. Het gaat uiteindelijk om de resultaten. Als je echt aan het einde van de maand onder de lijn gaat kijken, onder de streep gaat kijken van wat hebben we gedaan qua business, daar staat niet mooie vormgeving of wat dan ook. Nee, er staat een bepaald bedrag. En dat bedrag is misschien wel het belangrijkste bedrag van je hele business. Succes!